Themareeks. Themareeks zo behaafdheid. We krijgen al wel een keer de vraag, ja, wat zit er allemaal in? En ja, 6 delen van 2 uur kunnen echt zoveel vertellen over hoogbehaafdheid. Is dat niet gewoon een slimmen? Nee, dus het is veel meer dan dat. Vandaar dat we het ook in 6 delen elke keer met 2 weken tussen geven. Omdat na elk deel toch wel, zowel als ouder als als leerkracht, even de informatie verwerkt moet worden, zodanig dat alle puzzelstukjes op het einde van deel 6 mooi samenvallen. Wat mogen we verwachten op zo'n themareeks? Ja, het eerste deel is, effectief gaan we 2 uur voluit inzoomen op de verschillende modellen van hoogbehaafdheid. En vooral ook aan de hand van voorbeelden die je kan mappen op jouw kind of op jouw leerling, uitleggen wat zo'n model dan eigenlijk in praktijk betekent. De sessie blijft ook geüpdate worden, dus alle nieuwe inzichten die ondertussen gevonden worden rond hoogbehaafdheid. En ja, het laatste is nog niet gezegd over dat onderwerp, voegen we natuurlijk toe aan onze reeks, waardoor dat dus elke keer even leuk is om die reeks te geven. En dan hebben we eigenlijk 2 delen, mindset en positive discipline, die bedoeld is voor ja, de opvoeding van je kind, weer perfect ook bruikbaar op school. Maar dat zijn eigenlijk heel interessante dingen als je ja, als je je afvraagt waarom jouw kind bijvoorbeeld ja, faalangst krijgt of begint onder te presteren of allee, dat er het een en ander misloopt, dan is mindset is eigenlijk een heel belangrijk en krachtig model dat heel belangrijk is om te begrijpen. Vooral omdat de impact voor jou als ouder en leerkracht door hetgeen dat je zegt en dat je naar de dingen kijkt, ja, een enorme impact kan hebben op je kind of je leerling. En dan hebben we 2 delen die eigenlijk gaat over de meer schoolse kant. Ook hier weer, zowel voor ouders als voor leerkrachten heel belangrijk. Omdat de hoogbehaafde leerling, als die niet uitgedaagd wordt in het lager, als die er vlot doorgeraakt zonder ook maar de minste moeite te doen, ja, is er natuurlijk enorm veel kansen die hij verliest om te leren leren, zoals we dat dan zeggen. Dus vandaar in die 2 delen gaan we alle aspecten van onderpresteren toelichten en ook wat een school kan doen en zeker ook wat je als ouder op moet letten als jouw kind op school zit, waardoor dat je zeker bent van ja, dat het toch op een goede manier aangepakt wordt. En dan het laatste deel is eigenlijk, ja, daar landen we en daar gaan we eigenlijk al die modellen en al die theorieën die we in de eerste 5 delen gezien hebben, eigenlijk mappen op volwassenen. Dus ook voor jou als ouder zijn er dingen waar je misschien tegenaan gaat botsen. En in het laatste deel gaan we dus eigenlijk de vertaalslag doen van de kinderen naar de volwassenen. En dan zijn we alweer begin volgend jaar, want het is een traject die ongeveer loopt van begin oktober tot begin januari. Gemiddeld om de 2 weken en starten om 7:30, deuren open 7:00. Het einduur is in theorie 9:30, maar naar gelang hoe interactief de groep is, kan dat nogal wel een keer uitlopen. Dus reserveer uw babysit toch lang genoeg. Ik zou zeggen, als je geïnteresseerd bent, schrijf zeker nog in. Als je 1 deeltje niet zou kunnen, weet dat je perfect in de volgende reeks dat deeltje nog maar mag meepikken. Zodanig dat je zeker de hele reeks gekregen hebt. Dus geen één reden om te investeren in kennis rond hoogbehaafdheid. Want je gaat verschieten hoe groot de impact is, zowel op jouw kind als op jouzelf. Als je eigenlijk echt weet over wat dat gaat en wat het effect is van de manier dat je jouw kind gaat opvoeden. Misschien tot de volgende reeks. Bye.